Beste kookvrienden, welkom bij weer een nieuwe video van Harry's Vlees. Vandaag hebben we iets nieuws in ons assortiment. De eendenborstfilet. Eendenborst is eigenlijk niets meer dan de borst van de eend. De eend heeft twee borsten. Zoals je ziet, er zit best wel een grote vetlaag op. Wat ik altijd doe, is je legt de eend op de vetlaag neer. Je gaat heel voorzichtig even er langs om het overtollige vet een beetje los te krijgen van je eend. Dus zoals je hier ook ziet, hier heb je iets meer overtollig vet en hier ook. Dat is het mooiste als je dat eraf snijdt. Waarom? De pan is plat, dus je vlees gaat ook plat in de pan. Dus al het vet wat op de zijkant van je eendenborst zit, dat bak je niet weg. En als je dit vet niet wegbakt, is het best wel taai. Dus dat is niet heel erg fijn om in je mond op te eten. Dus ik doe altijd even de randjes een beetje bijsnijden, zodat het vet niet op gaat krullen. Zometeen gaan we de eend bakken. En het is belangrijk dat je begint met op de huid te bakken. Waarom? Op de huid bak je meteen mooi krokant weg. En de smaak van het eendenvet gaat daar ook mooi in de rest van het vlees zitten. Wat je nu gaat doen, je pakt je mes voorzichtig. Ga je steeds over je eendenbosje en snij echt alleen puur het vet in. Want als je de rest in gaat snijden, dan ben je eigenlijk het vlees aan het kapot snijden. En dat is eigenlijk niet wat je wil hebben. Dan draai je hem een kwartslag en dan snij je hem nog een keer in. Dat je mooie dobbelsteentjes hebt op je eendenborst. Zoals je ziet, hebben we hem nu weer mooi fijn ingesneden. En dat gaat mooi uitgebakken worden nu in de pan. De pan is mooi heet, de eendenborst ligt klaar. Het is tijd om de olie die ik ga toe te voegen. Leg hem mooi van je af op de huidse kant. Het is tijd om de eend om te draaien. En zoals je kunt zien, hebben we echt een mooie krokante laag op onze eend. En dit is straks gewoon super lekker dat je mooi dat zachte vlees hebt en dan het krokant uitgebakken vet. Ja, super. En zoals nu ook gebruik ik weer een beetje de bolling van de pan. Om mooi die eendenborst helemaal aan de zijkanten ook mooi mee te bakken. Onze eendenborst is klaar met bakken. Zorg weer dat je de kernthermometer precies in het midden insteekt. En dan kan hij in de oven en ik zou hem ongeveer op 52 tot 55 graden kern doen. We zijn aangekomen bij het aansnijden van de eend. Zoals je kan horen, en je ziet het ook, het bovenste laagje is echt helemaal krokant uitgebakken. Nou, dan gaan we hem mooi voorzichtig aansnijden. En snij gewoon mooie dunne plakjes van. Bij de eend serveer ik een uienchutney en een klein beetje bieslook nog. Ik heb hier een uienchutney gemaakt met 6 uien en dan 100 gram jus de foie en 30 gram sherryazijn. Dat helemaal uitbakken totdat je echt een soort chutney kompotachtig hebt. Als laatste snij ik nog wat bieslook. En bieslook gaat er gewoon mooi overheen. Dan hebben we hier Harry's Vlees eendenborst. Alsjeblieft. Mensen, dankjewel voor het kijken. En Ruben. Geen probleem. Vergeet ons niet te liken, subscribe en deel ons met je vrienden en familie. En stuur ook vooral jouw creatie op naar ons.